Hier wie een Maun. Hier wie een Maun, je boeren en een sline dorp. Hij was op in een ander sline dorp. Wat hij daar is geholt weer, schocht hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, wie hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat bied als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij je boeren weer. En daar waar je hand wanken deed, denk hij meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen had opgekocht, is niet een huwe schuld gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een Maun. Hier wie een Maun. Hij had nooit groot wat je aan zich zelst. En hij had nooit met deze welt te doen, bieter de goddess arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge Maun weer, draaiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz onschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zogar wil zij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijfrode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden arm en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd en vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een boter. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw. Als dit ene leven. Hier wie een Maun. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreets voor onze zinden, wilst dat kunnen niet betalen. Dan starf hij en stond waar er op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en verarm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een Maun.